trots op onze stad. Kortom, op cultuurgebied is Amsterdam weer helemaal bij de tijd. Ik geef graag het woord aan mevrouw Caroline Geels om een openingswoordje te spreken. Alsjeblieft. Ja, Paul. Lieve Masha, lieve Victor, dames en heren, Amsterdam heeft het inderdaad voor elkaar. Eindelijk, in ieder geval de komende dagen, daarna zien we wel. Het Engelse derde van het lied zou misschien toepasselijker zijn, want we hebben nu het gevoel dat het echt definitief is, alhoewel je dat in Amsterdam natuurlijk nooit zeker weet. En ook dat is wel weer gelukkig. De tijd die achter ons ligt van investeren is in ieder geval voorbij en dat is prettig. En volgens mij, als u hier naartoe loopt of fietst, dan ziet u hoe druk het in de stad is. En dan ziet u dat letterlijk en figuurlijk de zon schijnt op dit moment. Er zijn natuurlijk nog wel een paar kanttekeningen buiten plaats, maar voor nu, voor vandaag, ziet het er prachtig uit. Alle musea zijn vernieuwd. Ze zijn er ook. De loop en de beweging zit erin. En de mensen staan in rij. En niets mooier dan rij. Als je bijvoorbeeld vanaf de overkant van de Hermitage kijkt naar de rijen, of als je vanuit de Michelangelo-straat langs het Museumplein fietst, dan zie je daar die rijen. En zo raken jullie elkaar even aan. Masha in 2013 en Masha uit 1974. De rij waar bezoekers stilstaan, soms uren stilstaan, verlangend naar de kunst. Want lieve Masha, het was 1974. De Mona Lisa was voor het eerst te zien in het Pushkin Museum in Moskou. Dat was heel bijzonder. Maar jij was er niet. Jij was op de Dacia. Je wist het niet. Je ouders hadden het niet verteld. En dat vond je nou niet zo fraai, maar je raakte geïnspireerd. En je maakte van de rij het thema voor je toelatingsexamen aan het beroemde Surikov-instituut te Moskou. Werk met rijen in de regen. Met kleurige paraplu's, met regenjassen. De mensen die jouw werk kennen, die kunnen zich daar van alles bij voorstellen. De kleuren, de nuance, de diepte, de beweging, de verandering. En dat in de rij. Er zijn mensen die er minder van houden. Zeker in jouw zeer naaste omgeving. Lieve Masha, dames en heren. Natuurlijk kende ik jou vaag toen wij elkaar bijna een jaar geleden tegenkwamen bij de opening van de impressionisten in de Hermitage. Dat is nu ruim een jaar geleden. En je vertelde mij aan de hand van die schilderijen over de invloed van nieuwelingen op de kunst. Wat Van Gogh had gedaan met Frankrijk, La Manet en Monet. Wat Kandinsky en de Koening hadden gedaan in Amerika. En wat Trebukova kan doen in Amsterdam, denk ik er nu achteraan, maar dat zei jij toen niet. En ik vertelde je dat ik net Leo Castelli aan het lezen was. De biografie van Annie Cohen Solal. Die vertelde over de invloed van nieuwelingen in New York na de Tweede Wereldoorlog. En jij vroeg mij, is het mooi? Het is zo dik. Ja, het is dik, maar het is fantastisch. Het is prachtig. En wij kwamen samen tot de conclusie, tot de haast vanzelf sprekende, maar belangrijke conclusie, dat vernieuwing komt van migranten. En toen jij hier in 89 aankwam als migrant vanuit Rusland, met de bus vanuit Broek in Waterland naar Amsterdam, werd je op slag verliefd op de stad. Je had nog nooit zoiets gezien. Al die mensen met verschillende gezichten die allemaal zo vriendelijk in jouw ogen keken in 89. En een van de eerste dingen die je deed was naar het Amsterdamse Historisch Museum gaan. Amsterdam was huis voor huis opgebouwd. Straat voor straat, gracht voor gracht. Niet in één keer naar een masterplan of door een machthebber bepaald, maar door en voor mensen. Waarbij het was toegestaan dat er een buur achter je muur zat. Geen dikke muren, een dunne muur. Een symbool van openheid waarbij mensen niet alles hoeven te weten en waarbij mensen ook niet altijd alles vragen. Een prettig evenwicht tussen afstand en nabijheid. En in het jaar dat de muur viel kwam jij van Rusland naar Nederland. Zoals de migranten in de 16e en 17e eeuw uit Vlaanderen, Frankrijk, Spanje naar Nederland kwamen om met hun nieuwe bloed ook weer nieuwe elementen in te brengen. En nu ben je hier zo'n 23 jaar, terwijl je 27 jaar in Rusland leefde. Bijna break-even. Half Russisch, half Nederlands. Een brug rustend op twee koers. Een brug waar ik een paar weken geleden in gedachten met twee armen over de leuning hing en tuurde in het water. Toen ik Poetin namens de stad de hand mocht schudden om hem welkom te heten.
Een brug zonder welke er geen verbinding en daarmee geen gesprek en geen beweging en geen vernieuwing is. In het Ruslandjaar, waarin we ons verdiepen in 300 jaar oude betrekkingen tussen Rusland en Nederland en Russische kunst uit de tijd van Peter de Grote, ben ik dan ook gefascineerd door de vraag waar in jouw werk jouw genetisch onbewuste aanwezige Russische opleiding en opvoeding zich toont. Want in jou stroomt de 19e eeuw met Pushkin, Tolstoy, Dostoevsky, Tsjechov, kunst die alleen in openheid kon ontstaan. En dat was de 19e eeuwse aanloop naar de 20e eeuwse avant-garde. Kandinsky, Maljevic, de hele lijst zoals jij dan zegt. Shostakovich, Mussorgsky. Jouw opleiding die je in een ander land en in een andere tijd genoot en die je tot wasdom brengt in een ander land, in een andere tijd. En dat fascineert me. Komt het daardoor dat je contrasten zo scherp, maar ook zo verbindend zijn, dat licht en donker samen ruimte lijken te scheppen, dat je rationalistisch gelooft en artistiek onderzoekt, zoals je zelf zegt in je nieuwe boek. Je werk vertelt de verhalen van vrouwen uit de Bijbel, mythologische figuren, karakters, waarbij je nooit zo ver gaat dat het jouw verhalen zijn die je overbrengt. Je laat ruimte voor een ander. En toen wij elkaar spraken een paar weken geleden bij mij thuis aan de keukentafel, vertelde je hoe een naam voor jou genoeg kan zijn. Een magische naam. Bijvoorbeeld Jezebel, de koningin uit het verhaal van koning Ahab, die uit het raam werd gegooid en waarbij het niet zo best afliep. Jezebel, het horen van een naam is voor jou genoeg om te weten wat je wilde maken. Ik denk met mijn handen, zeg je dan zelf. En het was zo grappig, toen je wegging, kwam mijn zoon naar mij toe van 6 en die zei, schrijf die naam eens, wat de andere al wist te praten. Ik zei, welke naam? Masha? Nee, zei die, Jezebel of zoiets. En zijn ogen begonnen te glimmen. En bij hem werkte het zoals jij het mij vertelde. Je laat de optie open om mensen tot leven te brengen. Dat dat het magische is van kunst. En daarvoor moet je behoorlijk openstaan, zoals kinderen. Openstaan, zoals migranten die bereid zijn een nieuwe wereld in te gaan. Openstaan, zoals inwoners van een stad die bereid zijn nieuwe mensen te omarmen. En wellicht is dat dan het paradijs dat hier ook hangt. Niet voorgeschreven, vastomlijnd en ingevuld, maar bijvoorbeeld Paradijs 2011-2012, Diptych Mixed Media om canvas 2 bij 2,5 meter. En volgend jaar mag het weer een ander paradijs zijn, denk ik. Het paradijs als sublieme hoogtepunt van de schepping. Schepping. En dat is de titel van het werk dat als uitgangspunt van het concept voor je boek inneemt. Een boek dat hier vandaag wordt gepresenteerd, dat zelf een kunstobject is van gedichten en citaten die als kunst ervaren kunnen worden. Je zei me, voor het eerst heb ik een boek gemaakt. Een nieuwe vorm, een nieuwe aanpak. Voor het eerst ben ik ook gedwongen om in het klein te denken en dat levert nieuw werk op. Voor het eerst vandaag getoond in plexiglas 30 bij 30 centimeter, 50 exemplaren. Nieuw werk, waaronder ook uitspraken van jou over kunst, waarbij ik wederom werd getroffen door je optimistische en verbindende tegenstellingen, noem ik het maar. Eén van je citaten, mislukkingen kunnen tot de mooiste ontdekkingen leiden. En daarbij zag ik jou in een andere rij staan, in Nederland, toen je net aankwam voor de inburgering, terwijl je alles perfect geregeld had. Een rij die bepaalt het symbool voor onze openheid. En het bijzondere aan jou is, dit soort ervaringen lijkt je van nature meteen om te draaien, meteen omgekeerd te beleven. Met een zekere vrolijkheid. En natuurlijk blijf je houden van de Rij en van Amsterdam. Je maakt met je boek de nieuwe beweging van groot naar klein. En wellicht is dat dan een fractaal. Dat is een patroon in de natuur dat zich herhaalt op een andere schaal. Waardoor jij je laat inspireren, en welke ik dan door jou geïnspireerd projecteer op de stad. Het is nu ook aan de stad wellicht om die beweging te maken. Van groot naar klein. Naar de kinderen die jij in onze stad ook jarenlang les hebt gegeven. Dan zette je Shostakovich op en dan zei je, dit is de natuur, ga maar tekenen. Om ze vervolgens op ambachtelijke wijze de kneepjes van het vak te leren. We hebben de cultuureducatie in de stad nu een definitieve plek kunnen geven met 3 uur per week in de klas op de basisschool. Van groot naar klein. En nu de kunst- en cultuuriconen van de stad weer in volle glorie hersteld en hernieuwd zijn, en er nog een imposant aantal is toegevoegd, kan de stad ook de beweging maken van groot naar klein, of wellicht beter, van groot naar fijn. Naar het weefsel van de stad, naar de fabric of de city. En ik zal niet zeggen dat dat de reden is dat ik hier vandaag in een galerie ben, want dat ben jij, maar het is wel een belangrijke bijkomstigheid.
De musea en de galeries bevinden zich op de knooppunten van het weefsel in de stad. En het is vervolgens aan hen en aan de kunstenaars om het bloed weer snel te laten stromen. Om opwinding, beroering, ontroering, betovering te veroorzaken. En om vaart te brengen in bepaalde gedachtegangen en gestolde patronen te doorbreken, zoals jij. Want de bedoeling van die rijen is uiteindelijk toch dat er beweging in komt. Uit de leegte. Het is mij een bijzondere eer en een genoegen jouw tentoonstelling voor geopend te mogen verklaren. Super. Geweldig, Carolien. Hartelijk dank. Waar u op zo'n geweldige wijze kunst, cultuur, het belang van immigranten en het belang van de stad heeft aangeduid en toegelicht. Fantastisch. Hartelijk dank. Het boek waar het over ging, dat laat ik u hier zien. Er zijn maar 50 of 55 exemplaren. Degenen die het boek besteld hebben, die vinden het daar. En René en Tineke Bakker van Atalanta Pers, die zijn er om het u toe te lichten ook en het u te overhandigen. De tekst ervan is zo geweldig dat ik René Bakker gevraagd heb of ik hem in het Engels mocht laten vertalen. En die hebben we ook integraal afgedrukt in de uitnodiging die u allemaal heeft ontvangen. Degene die het boek nog niet hebben, en ik geloof dat er René nog 45 exemplaren zijn. Hartelijk dank voor uw belangstelling en in grote getalen zo hier naartoe gekomen. Ja. Dank u wel. Nou, vanuit je mislukking kan je dus...